Hij zou nou wat de weddingen van horen. En hij is net de enige die het sneunt door de loft vliegt op de kabelbaan. Want het wie een bijzondere dij voor scouting de Brimsen in Boetenpost. Het is het derde weekend van oktober. Voor de scouting een internationale feestdij waarbij het alle keer draait om de tour van de kabelbaan. Die kabelbaan die zorgt er eigenlijk voor dat, dat is het overvliegen heet dat. We hebben dit jaar 20 kinderen en degene die overvliegen die gaan van de ene groep over naar de andere groep. En uiteindelijk als ze dan naar beneden binnen gaan, mijn uurs, mijn groep, de junior scouts, moeten we proberen ze op te pakken. Dan jaren ze bij de groep. Een heel inwijdingsproces, speciaal voor de band dus. En als dan zo'n 25 meter boven de groen stierst, dan mag beslist geen last hebben van hechte vrees. De gast dus naar boven gast, dan denk ik dat ze echt, dan, als het echt gewoon vlak naast is, als die dingen harnas omkrijgt, dan is het echt heel heeg. Maar als ze dan uiteindelijk gewoon boven best, dan valt het wel wat mij. De kabelbaan zwaargt van heel wat willen bij de band, maar daarvoor wordt er net al ingebroekt. Bij deze activiteit gaat het er eigenlijk om dat je in contact bent met andere groepen. Ook met buitenlandse groepen. Dus we hebben boven in de toren hebben we een grote zendmast. En via die zendmast kunnen wij zenden met andere groepen. En dat is vanzelf slagen. De wie zelfs al contact met het Boetelaan. Mijn Bijlen, dat is eigenlijk net zo vier voor, dat is in Drenthe. En mijn Jota station in Engeland. Vaak is gewoon wat simpele dingetjes. Nou, wat voor antennes worden er gebruikt, hoe heeg zit dat ding. En vaak wordt ik verteld van nou, hoe heeg is onze toren, hier zit echt zo'n ding. Dan wordt een beetje in de show van nou, hoe heeg is het spul en hoeveel leden heb je bij de scoutinggroep. Al dat soort vragen werden gesteld.